semi bijna. Dat scheelde een millimeter. Wat een actie. Wat een actie. Man, schiet er gewoon erachter. Yes, we zijn vandaag op de Hetgang en ik ben met mijn hele grote vriend. Oh, hij is iets kleiner, maar nog steeds mijn grote vriend. Ja, want zoals jullie weten hebben we Keys al een aantal keer verrast. En heeft hij meegetraind bij PSV en Feyenoord. En daarom moest hij er vandaag bij zijn. Want vandaag speelt... Eyoub tegen Sammy. Eyoub speelt tegen Sammy. PSV onder 17 tegen Feyenoord onder 17. Wie wil jij graag ontmoeten? Eyoub. Dus dat gaan wij proberen te fixen ook, hè? Ja. Superspannende wedstrijd. Ik hoop dat we op tijd zijn, maar zoals jij mij kent, altijd wel laat. Dus kom. Ja, en ik ben wederom te laat voor de aftrap. Maar gelukkig heb ik niks gemist. Het staat nog 0-0. PSV is in balbezit. Nummer 7 aan de bal speelt Voerkamp. Oulutas voorbij. Die kennen jullie van FC Straat. Gaat er langs. Steek. En die houdt hij niet binnen. PSV weer in balbezit. We zien Eyoub in beeld. Zet druk. Zet goed druk. En zorgt dat Feyenoord een uitbal krijgt. We zien Eyoub een beetje stampen. Waarschijnlijk wat last. Maar gewoon drie keer stampen. Dan heb je nergens meer last van. Yes. PSV in de aanval. Haalt hem terug. En dat is... Is dat Bakayoko? Nee. Dat is Gino. Gino is de naam. Gaat een 1-2 aan. Aan de zijlijn komt hij er langs. Maar... Die aanval wordt in de kiem gesmoord. Yes, PSV met een dubbele shuffle. Nee, een enkele shuffle. Maar Voerkamp onderschept. Buitenkantje voet op de nummer 10 van Feyenoord. Gaat hij er langs? Nee. De aanvoerder van PSV heeft... Wat? Zinedine Zidane? Wat doet hij? Maar tegenaanval. En trekt hem terug. Nee. Als hij hem scherper terug had gelegd, was het een 0-1 door Kelvin. Yes, Matthew met de inworp speelt Hakim aan, de aanvoerder van Feyenoord. Zakelijk, rustig, tikkie terug. Sammy weet het even niet meer. Wordt verlengd. Sammy zet druk. Het is een beetje een scrimmage. Goed duel. Maar Matthew wint het duel. Daar hebben we Nessim, die kennen jullie nog van AZ. Heeft ook meegedaan met FC Straat. De trainer van PSV kijkt zorgelijk. Hakim op sterk en een overtreding. Feyenoord weer in balbezit. Sammy zet druk, net te laat. Maar die bal eindigt bij keeper Stijn van PSV. PSV in balbezit. De bal naar voren. Op sterk, goed weggedraaid. Die heeft wat weg van David Neres. Daar gaat hij. Wat doet hij? Oh, goed blok van Feyenoord. Eyoub in balbezit. Net genoeg. Tikt hem aan. Schiet! Oh, wat een redding van Stijn. Dit is een bed. Ik word gewoon spontaan warm. Dat is niet normaal. Min 8, maar ik word gewoon warm van deze wedstrijd. Yes, een tegenaanval door Feyenoord. Een steekbal op Kelvin. Op volle snelheid achter die bal aan. En hij schiet in één keer. Ik zag die niet aankomen, maar keeper Stijn gelukkig wel. Wat een redding. En Feyenoord houdt druk. Houdt druk, schiet en blok. Feyenoord gaat het weer proberen. Eyoub inworp, komt niet aan. PSV in de tegenaanval, een steekbal op Sammy. Matthews in de buurt. Sammy, wat gaat hij doen? Houdt overzicht, steek, komt goed aan. Helaas, door de aanname zijn er al 3 verdedigers terug. Komt er nog langs? Wat een blok! Ja. Kijk Hakim juichen. Verdedigende acties mogen ook gevierd worden uiteraard. En mooi uit de lucht geplukt door de keeper van Feyenoord. Hakim weer aan de bal. Yes, Hakim zoekt. En hij vindt Matthew. Matthew langs de lijn. Oh, mooie 1-2. Maar nee. Dat is een overtreding. Lange bal van PSV. Komt uit bij Sammy. Sammy legt terug. Nee, Feyenoord onderschept weer. En Eyoub bewaart de rust. Eyoub onderschept weer. Steekt hem, maar nee. Wordt in de kiem gesmoord. Ja, goede aanname van Matthew. Sammy in de achtervolging. Bal komt toch bij Voerkamp uit. Naar binnen. Komt net een teen tekort. Een vrije trap. Voerkamp en Eyoub samen achter de bal. Eyoub draait hem in. Oh, op de lat
Wow! Stijn zat er goed bij. Ik voel aan mijn water dat Ejoep gaat komen. Ik voel dat. Prachtig. Feyenoord is iets overtuigender vandaag. Sammy in balbezit. Draait goed weg. Gaat er langs. Wat gaat hij doen? Oh, mooie sliding op de bal. Kijk eens, een knuffel tussen Ejoep en Sammy. FC Straat Legends. Yes, Kelvin aan de bal. Gaat naar binnen. Enkele schaar. Kap. Schiet. Maar oh, goed geblokt. Wat een goal had dat geweest. Ejoep aan de zijkant. Slingert hem in. Nee, schiet gelijk. Moeilijke bal voor Stijn, maar pakt hem goed. PSV werkt net op tijd de bal weg. Yes, een 1-2 aan de zijkant van het veld door PSV. PSV gaat naar binnen, komt dicht bij de goal, maar Hakim staat zijn mannetje en leidt gelijk de tegenaanval in. Ja, Voerkan in de tegenaanval en geeft een steekbal, maar nee, wordt net onderschept door PSV. Oh, ik zie een shuffle. Ik zie nog een shuffle en helaas. De derde gaat hier niet voorbij. Ayodele is de naam. Ja, de nummer 10 van PSV dribbelt richting de 16. Komt de 16 in, maar nee. Sliding, schot. Oh, net over de lat. Ja, overtreding gezien. Een klein voetje. Ejoep is het er niet mee eens, denk ik. Lange bal op Kelvin. Legt hem goed terug, maar de aanvoerder van PSV werkt wederom weg. Mooi duel door Nessim gewonnen. Nessim richting de goal. Gaat schieten. Net voor langs. Kelvin baalt dat die bal niet bij hem terechtkwam. Kelvin. Wat gaat hij doen? Aanvoerder van PSV tegenover zich. Kapt goed weg. Legt hem op Hakim. Geeft hem op Ejoep. Wat doet hij? Ja! Onderkant lat. Ja. Wat een prachtige aanval. Via Kelvin. Via Hakim. Uiteindelijk bij Ejoep het monster. Hij schiet die lat kapot. Hij gaat 1-1 tegen de keeper niet. Hij doet gewoon een rustig schuifje. Hij schiet die lat kapot. Ik ga niet hard jeugen, maar goal. Het is een goal. Ja, dit zijn celebrations hoor. En de scheidsrechter fluit gelijk voor de rust. Feyenoord leidt met 0-1. Ejoep die groet nog even wat bekende bij PSV. En Sammy neemt uiteraard ondanks de 0-1 achterstand tijd voor zijn fans. Wij gaan naar binnen voor een warme chocolademelk. Ja, het is rust en we zijn onderkoeld, hè? Ja, heel erg. Het is maar we zijn wel aan het genieten van Ejoep, hè? Ja. Zag je die goal? Ja, die onderkant lat. Die lat, er zit een deuk in die lat, hè? Vrije trap. Die heb je gemist, hè? Ja, heb ik niet gemist, maar ik ben het gewoon vergeten. Die was ook op de lat. 1-0, superspannend. Wie denk je dat je gaat winnen? Feyenoord. Warm chocolademelk, we gaan even opwarmen en dan is het tijd voor de tweede helft. Kom. Ja, als je bij PSV bent, zie je meer bekende gezichten natuurlijk. Kom even erbij. Ik ga zoeken maar halen, dat is koud toch? Yes, oh, toevallig, wij gaan ook zoeken maar halen. Ja. Maar, wat heb je gedaan vandaag? Vier gewonnen, man. Hij had gedribbeld tussen drie man. Ja, hij heeft gedribbeld tussen drie man tegen Ajax. Hij doet nonchalant. Ja, hey. Ik ben trots. Gaan jullie ook EOP? Want eerst zelfs, ik heb jullie niet gezien, hè? Ik weet niet waar jullie... Oh, jullie waren verstoord. Dikke essen naar positie. Ik heb mijn warme chocolademelk met slagroom. Gefixt. Keizer is nog even aan het opwarmen. Tweede helft gaat beginnen. Ik ben hyped. Ja, super hyped, maar weer de aftrap gemist. Waar die bal lopen? Ja, Kelvin in balbezit. Kijkt waar hij hem kwijt kan. Opent hem naar Ejoep. Ejoep, kap naar binnen. Steek. Nee, helaas, komt net niet aan. Feyenoord bewaart de rust. Hakim opent hem weer naar de andere kant. En vindt Matthew. Ja, Ejoep houdt de boel scherp, ook al staan ze 1-0 voor. Ja, Ejoep zet druk, goed druk gezet. Hakim verovert de bal, geeft hem af op de nummer 10 van Feyenoord. Schiet, scoort! Ja, 0-2! Dat is fout in de verdediging. Hoog druk zetten, afstraffen. Nou, praat je zo stiekem? We staan bij de bank, weet je. Dan kan je niet heel uitbundig. Ik ben natuurlijk een Rotterdammer, dus dadelijk denken ze dat ik partijdig ben. Stiekem ben ik dat ook wel, maar ik laat dat niet merken. Hier. Jammer jongens, kan nog. Ja, cornerbal. Ja, inderdaad, een cornerbal, want PSV moet op zoek naar die aansluitingstreffer. Wordt weggewerkt door Feyenoord. Poging 1 is mislukt, maar misschien via deze vrije trap kort genomen. Opent hem naar de andere kant. Ayodele slingert hem in. Komt net niet bij de aanvoerder uit. Ja, Kelvin in balbezit, trekt hij hem voor. Nee, kap terug, glijdt uit. Oh, Ejoep laat aan nummer 5 ook even vallen. Gleed gewoon uit. Hij gleed uit. Ja, PSV weer in balbezit. Ayodele aangespeeld. Mooie speelstijl heeft deze jongen. Heel mooi.
PSV blijft in balbezit. Probeert het gaatje te zoeken. Feyenoord staat goed. Uitdelen aangespeeld. Feyenoord zet druk. Onderschept de bal. Nessim. Wow, mooie actie van Nessim. Steekt hem. Helaas, helaas. Goeie actie. Pas iets minder. Hier komt de wissel aan. Als die Eyüp eruit haalt, word ik boos. Als die Eyüp eruit haalt, word ik heel boos. Ja, PSV blijft op zoek gaan naar dat gaatje. Feyenoord staat goed. Ayodele legt hem breed. Voorzet komt. Oh, Sammy. Zo Sammy bijna, hè? Dat scheelde een millimeter. Gaat. Geen Eyüp eruit. Tuurlijk kan ook niet. Eyüp is not a player for the bench. Die gaat toch niet eruit halen? Eigenlijk voer kan ook niet. Ook een FC Straat legend. Ja, PSV blijft kloppen op die deur. Uitbal richting Sammy. Sammy wordt kort gedekt vandaag, hoor. Ze hebben een driedubbele dekking op Sammy. Logisch uiteraard. Feyenoord heeft het mes tussen de tanden vandaag. Hallo. Ben je opgewarmd? Ja. Ben je opgewarmd? Ja. Je hebt een half uur gedaan over jouw chocomel. Luister, het staat 2-0. Voor wie? Ja, voor wie? Ja. Feyenoord stond 1-0 voor, toch? Ja. Wie had gescoord? Niet Eyüp. Ja. Maar dat maakt niet uit, hij heeft 1 keer gescoord, toch? Ja. Dus dat is goed. Hij maakt je daar nog 4. Ja, PSV in balbezit aan de zijkant van het veld. Krijgen we een voorzet? Ja. Grote kans. PSV klopt op de deur. Maar niks aan de hand. Ja, je ziet het. Eyüp heeft honger voor die tweede goal. Onze Eyüp, kijk. Onze Eyüp. Ja. Onze Eyüp. Ja, lange bal van de keeper van Feyenoord. We krijgen een luchtduel gewonnen door PSV. Gino in de tegenaanval legt hem breed. Krijgen we een voorzet. Voorzet wordt geblokt. PSV weer in balbezit aan de zijkant van het veld. Feyenoord blijft goed druk zetten. Een mooi duel. Zo, maar nog mooier weggedraaid. En een klein tikkie vrije trap PSV. Mooie shuffle van Ayodele. Hakim heeft wat last. Gaat staan, wordt geholpen door Ayodele. Ja, dat is tandenbijten. PSV is gewoon hun kleding op fcstraat.com aan het bestellen tijdens de wedstrijd. En op het andere scherm is gewoon Toussaint wit kijken. Kan, hè? Snap ik. Bij een 2-0 achterstand zou ik dat niet doen. Ja, en de bal weer richting Ayodele geeft een no-look pass. En krijgen we wederom een voorzet. Wederom weggewekt door Feyenoord. Feyenoord staat als een huis daar achterin. We krijgen wederom een voorzet. Kans! Goed geblokt door Feyenoord. Wat vind je van de wedstrijd? Leuk. Leuk? Ja. Koud? Ja. Maar leuk. Ja. Toch? Ja. Alles voor die ontmoeting met Eyüp. Ja. Hebben wij er gewoon voor over. Ja, vrije trap PSV wordt weer ingeslingerd. Ja, ik zei het al. Feyenoord staat als een huis. Wederom weggewerkt. Feyenoord in de tegenaanval. Feyenoord is weer even op de helft van PSV. Daar zijn ze al een tijdje niet geweest. Maar PSV weer in balbezit. In de tegenaanval. Via Gino. Gino in balbezit. Wordt op de hielen gezeten door 2 man. Klein duwtje. Maar de scheidsrechter laat doorgaan. Kelvin legt hem breed. Randje 16. Gaat hij schieten? Nee. Klein duwtje. Maar blijft staan. Voorzet. Weggewerkt door PSV. Eyüp, wat doe jij? Een hakbal assist. Gaat hij zitten? Wat een assist had dat geweest, zeg. Assist met hak. Zag je die assist? Ja. Zag jij die assist? Ja. Dat was gek, hè? Ja. Ja, en we zien kramp aan de kant van PSV. Logisch, het is een zware wedstrijd. Beide ploegen zetten vol druk. PSV op eigen helft. Wordt weer goed druk gezet. Ja, ik zie weer een krampgevalletje. Ja, en volgens mij is Feyenoord nog niet klaar. Het staat 0-2, maar ze zijn nadrukkelijk op zoek naar die 0-3. Ze blijven vol druk zetten. PSV in balbezit op de helft van Feyenoord. Feyenoord onderschept. Krijgt een lange bal. Ze zoeken Kelvin. Kelvin, zijkant van het veld. Gaat naar binnen. Gaat hij schieten? Over. Feyenoord zet wel goed druk. Ja, oh, mooi teruggedraaid Feyenoord. We krijgen een lange bal. Ayodele, wat een aanname zeg. Legt hem voor. Helaas, te hard. Het is het net niet bij PSV. Het is het gewoon net niet. En ik denk dat het gewoon de verdienst van Feyenoord is.
en van Ejoep. Van wie is de verdienste? Ejoep. Van Ejoep, hè? Ja. Nee, Feyenoord heeft het goed onder controle. Ja, we zien een dubbele wissel aan de kant van PSV. Frisse benen het veld in. Ze gaan voor een alles of niets offensief. Dubbele wissel aan de kant van PSV. Is dit de ommekeer? Wat is ommekeer? De ommekeer. De ommekeer. Wat bedoel je dat? Gaat PSV nu de wedstrijd veranderen? Nee. Blijf gewoon zo? Ja. Jullie gaan toch regelen dat ik met Ejoep op beeld ga? Tuurlijk! Dat is onze missie vandaag. Ejoep in balbezit in de 16. Gaat er langs. Nee, gaat schieten. Blok. Hakim! Oh, die ging richting de kruising, maar Stijn had goed zijn oog op de bal. Stijn onderschept Ayodele met een lange bal. Opening. Komt aan bij Sammy. Wordt gelijk weer onder druk gezet. En er is gevlacht voor buitenspel. Normaal gesproken zie ik Ejoep met nummer 10, maar dit keer heeft hij nummer 7. En kijk eens naar die kuiten van ons monster. Sammy in balbezit. Blijft sterk, haalt hem eruit. Balbezit. Goed druk gezet wederom, hoor. De Ejoep, dat is toch ook zijn verdedigende kwaliteit. Laat hij ook gewoon zien. Gewoon druk zetten, mee verdedigen. Dus dat maakt je gewoon een goede speler. Compleet. Ja. 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 Ja, dat is. We hebben twee Feyenoorders bij ons. Het neefje van Gio van Bronckhorst. Hij is zo vervelend. Maar in Zeeland hebben we ook, hè? Sandkroos. Gezellig. Beetje koud, hè? Zonder Feyenoord. Is dat een penalty? Ja, hoe? Ja, hoe, Ejoep? Hoe? Geen penalty. Maar dat was een penalty. Dat was een penalty. Ja, cameraman, leuke benen, maar volgens mij mis je een doelpunt zo. Hij stuit de goal in 0-3 Feyenoord in Eindhoven. Wow! Ja, de cameraman was bezig met iemand zijn bovenbenen volgens mij. Maar Ejoep zet druk op de keeper. De keeper was aan de zijkant van zijn goal. Trapt. Ging niet helemaal lekker. In de voeten van nummer 6. Lege goal. In de goal. Werd nog aangeraakt door een verdediger. Maar die kon er niks meer aan doen. Jantje Beton in Eindhoven. Het is knap, hoor. Het is knap. Ja, gaat PSV nog iets kunnen creëren deze wedstrijd? Minimaal een eretreffer, maar dat ziet er niet naar uit. Want Feyenoord is wederom in balbezit op de helft van PSV. Ejoep aan de bal. Ejoep, wat gaat hij doen? Kap terug en ja, wordt licht aangetikt. Maar ja, slimme voetballers gaan dan ook eventjes liggen. Nessie met een steekbal wordt onderschept door PSV. PSV wil naar voren, maar Feyenoord blijft goed druk zetten. De aanvoerder van PSV met een lange bal wordt weer onderschept door Feyenoord. Ja, vandaag is er geen gaatje te vinden. Ja, Hakim, Ejoep, Kelvin. Echt, ze spelen een hele sterke wedstrijd. Ja, Ejoep, het monster. Aanname op knie en richting Kelvin komt hij aan. Helaas net niet. Ejoep aan de zijkant van het veld. Dribbelt naar binnen. Panna! Wat gaat hij doen? Zidane! Nee, helaas. Wat een actie. Volgens mij een halve panna. Daarna wil hij nog die Zidane gooien. Maar nee. Toch genieten dit. Het is toch genieten. Feyenoord in balbezit op eigen helft. Kijk eens hoe rustig ze blijven. Geen paniek, tiki-taka achterin, positiespel. De trainer heeft het goed voor elkaar. Er komt nog een publiekswissel aan de kant van Feyenoord. Kelvin verlaat het veld. Goeie wedstrijd gespeeld, goeie wedstrijd. Spits die eraf gaat, hè? Volgens mij Kel. Goeie spits, hoor. Feyenoord in balbezit. Ja, die proberen gewoon de tijd uit te spelen natuurlijk. Ja, dan ga je zulke dingen doen achterin. Tijd rekken. Feyenoord hoeft niet meer. PSV wil nog wel, maar de tijd tikt door. Sammy in balbezit. Kan hij nog wat forceren? Kan hij nog op zoek naar die eretreffer? Bal naar de zijkant. PSV zoekt, schiet. Maar nee, de keeper van Feyenoord gaat een clean sheet houden. Matthew in balbezit met denk ik een van de laatste acties van de wedstrijd. Ja, en inderdaad, het was de laatste actie van de wedstrijd. Feyenoord wint met 0-3. We begonnen.
Ja. En wat, waar is het nu tijd voor dan? Ejoep. Voor Ejoep, hè? Ja. Gaan we hem opwachten bij het veld? Ja. We gaan hem opwachten, kop. Hij gaat nergens heen. Daar ontsnapt hij, hè? Hij mag niet ontsnappen. Nee, dat mag niet. Hij mag niet ontsnappen. Waar staat hij? Waar loopt hij? Waar loopt hij? Hij is daar, hij is daar. Ik kan er niet geloven dat hij er is. Gaan we naar het pizza toe lopen? Oké. Gaan we vragen of wij een foto mogen? Ja. Meneer, mogen wij een foto maken? Natuurlijk. Dus Keis, die wilde jou heel graag ontmoeten. Dat is nu gebeurd, toch? En hij wil heel graag een foto, hoor. Ja. Ja? Mag dat? Ja, tuurlijk. Je hebt wel goed gespeeld, hè? Shukran, man, dankjewel. Echt sterk, zeg. Oké, ga staan dan, ga staan. Is hem op. Het is gelukt, hè? Ja. Missie geslaagd, hè? Ja. Yes. Vergeet niet te abonneren. Leen wifi van je buurman of buurvrouw. Tot de volgende video. Liken, abonneren, subscriben, commenten. Noem het maar op.